Voor onze jager Kees is de Rotterdamse haven een paradijs. Na de Veluwe het grootste jachtgebied van Nederland. Het is, je bent met je natuur bezig en dat is gewoon schitterend. Als je bijvoorbeeld in een hoogzit zit op de Veluwe en er komt daar een schitterend hert voorbij of een rotte wilde zwijnen, nou dat is ook mooi, maar dit heeft ook zijn bekoringen. We komen nu op een stukje terrein, daar heeft men van de herfst wat struiken en bosjes weggehaald. Hier net aan de andere kant van het viaduct, daar liep wat reewild in. Het blijft op het ogenblik nog redelijk tot goed in de dekking. Alleen als je hierboven zit de Rijksweg A15. Hier zitten we op de Botlekweg, hele drukke bereden weg. Komen ze nou te veel naar de weg toe? Of we proberen ze terug te drijven en anders dan moeten we daarop ingrijpen. Want als je die voor een tankwagen geladen met chemische stoffen of zo wil krijgen en die man die schrikt en die gaat met het hele spul op de kant, ja, dat kan we hier niet hebben. Dus dan moeten we daar op ingrijpen. We hebben ze tot nog toe in de dekking terug weten te krijgen en hopelijk kunnen we ze daar ook in houden. Hier in het hele gebied, hier hebben altijd reewild gelopen. En in principe hoort reewild hier thuis. En alleen vanwege de enorme vooruitgang met uitgifte van terreinen en zo worden de stukjes wat kleiner. En dan wordt het even wat lastiger. Ja, op een gegeven moment kom ik in contact met wat mensen uit Oost-Duitsland vandaan, ook jagers. En ik heb deze mensen op een gegeven moment een keer gevraagd of ze hier wilden komen jagen. Ja, die mensen hier, die kwamen hier. En die zien hier ja, al die auto's rijden. Die denken, nou, voor mij word ik nou een beetje bedot of zo, want dat kan niet. Tot het moment dat we in de avond in wat latere uren gingen jagen en ze al dat wild zagen. Nou, ze wisten niet wat ze zagen. En die hebben hier genoten met volle teugen.